Welkom bij Fris Level Up. We zijn weer terug en dit keer met een handstand. Eigenlijk super simpel, maar heel efficiënt om te oefenen, de handstand. En nu is de tijd, want we hebben alle tijd, we zitten allemaal thuis. En we hebben niet veel ruimte nodig. De handstand, wat belangrijk is, waar je op let, is dat je je vingers uit elkaar houdt. Want je gebruikt je vingers constant om jezelf in balans te houden. Ja? Je handen zijn evenredig aan je schouders. Ja? Dus zorg dat je niet te ver uit elkaar bent met je handen. Ja, maar hier. Want dat is veel lichter voor jezelf om te dragen. Hier zet je jezelf eigenlijk op slot. Goed. Waar je dus op moet letten, ik ga hem eventjes zo doen. Je begint eigenlijk hier. Ja? Dan schop je met je ene been jezelf af. En met het andere been zet je af. En je gaat rustig af blijven zetten. Totdat je voelt dat je op je dode punt bent. Ja, en je dode punt is waar je eigenlijk geen gewicht meer voelt. Yes. En als je hier bent, één been voor, één been achter, ontspan je benen. Dat is het makkelijkst. Goed. Oké, gaan we hem nog een keer doen. Ja, dus let goed op. Ik snap dat het voor sommige mensen, als je dit net doet, dat het heel eng is. Ja, maar daarom begin vanaf laag. Rustig schoppen. 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 En je balans zoeken. Yes. Nu gaan we hem nog een keer doen. Maar dan gaan we met ons benen gestrekt naar het plafond. Ja, dus probeer echt heel je lichaam helemaal recht te trekken naar het plafond. Yes, dat is heel belangrijk voor je balans. Dat je helemaal recht staat. Dus, we gaan. Ja, en als je goed kijkt, ben ik met mijn vingers mezelf in balans aan het houden. En als ik terugval, buig ik door mijn ellebogen en duw ik mezelf weer recht omhoog. Dus als ik te ver deze kant in val, duw ik mezelf met mijn vingers in de grond, zodat ik weer terugval. En als ik te ver terugval, buig ik door mijn ellebogen en duw ik mezelf weer omhoog. Ja, en dat is eigenlijk de handstand. Het enige wat je moet doen, is dit elke dag gewoon een paar keer doen. En je gaat merken dat hoe vaker je het doet, als je dit in een routine doet, dat je handstand, dat die steeds langer wordt. In het begin bij mij was het ook helemaal niet lang. Het is gewoon elke dag doen. En het is helemaal niet moeilijk. Iedereen kan het. Ik kan je aanraden om het niet tegen een muur te oefenen. Tenzij je het echt nog nooit hebt gedaan. Maar als je de balans wil oefenen, moet je het zonder muur doen. Ja, want dan leer je jezelf corrigeren. Nog één ding. Een makkelijke manier om uit de handstand te komen. Stel je voor je bent bang om te vallen. Is het goed om te oefenen om naar een koprol te vallen. En we weten allemaal wat een koprol is. Kin op je borst. En rollen. Handstand. Eruit rollen. Ja. Dat is heel veilig. Als je een beetje lenig bent, kan je ook in een brug vallen. Ik ben niet zo lenig in mijn rug, dus dat ga ik niet laten zien. Maar ja, voor de kinderen die het wel kunnen, je kan ook naar een brug vallen en jezelf opvangen. Oké, dat was de handstand. Laat zien hoe het gaat. En ja, tag ons en veel plezier ermee. Oefen maar.